Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het kader van Internationale Vrouwendag later deze week sta ik aan het begin van mijn inbreng graag stil bij de tientallen vrouwen die tot op de dag van vandaag gegijzeld zitten in de tunnels van Hamas-terroristen en daar te maken hebben met bruut geweld en verkrachtingen. Laten we hen niet vergeten. En de SGP roept het kabinet op om zich ook in internationale context in te blijven zetten op veilige terugkeer van deze onschuldige vrouwen. Voorzitter, ook in eigen land hebben we helaas te maken met personen die menen het recht te hebben om een seksuele omgang met kinderen te hebben. Voor de SGP is klip en klaar dat voor deze zieke ideeën en uitingen geen plaats is en dat dit snel en streng dient te worden gestraft. Veroordeelde pedofielen mogen dan ook onder geen beding hun zaken elders voortzetten. De AVG belemmert de opsporingsdienst om gegevens met andere landen uit te wisselen ten einde het voortzetten van kindermisbruik in andere landen te voorkomen. De SGP vindt het onaanvolgbaar dat dit mogelijk is en vraagt de minister of het klopt dat er geen enkele belemmering is voor pedofielen om uit te reizen om hun praktijken elders voor te zetten. Voorzitter, in de Nederlandse rechtsstaat mag je verwachten dat wanneer je veroordeeld wordt voor het verkrachten of aanranden van meerdere vrouwen, je een flinke celstraf riskeert. Het wetboek van strafrecht biedt de mogelijkheid om een maximumstraf van maar liefst 12 jaar op te leggen. Het is voor slachtoffers van verkrachting of aanranding dan niet te verkroppen dat daders wegkomen met een taakstraf omdat ze zogeheten first offenders zijn. Zelfs in een zeer recente zaak waarbij 4 vrouwen door dezelfde man werden aangerand, kwam het tot een werkstraf. Waar een dader zich kan beroepen op first offender, is het slachtoffer voor het leven getekend. Is de minister bereid om in gesprek met OM de strafvorderingsrichtlijnen tegen het licht te houden en hierbij de kans op secundaire victimisatie expliciet mee te wegen? Voorzitter, in het verkennend onderzoek naar misstanden in de porno-industrie zijn volgens de minister geen aanwijzingen gevonden van misstanden in deze industrie. Ik lees ook dat bij producties binnen de porno-industrie geen misstanden bij de bevraagde instanties bekend zijn. Maar betekent dit dat deze er ook niet zijn? Het is volgens de SGP eigenlijk ondenkbaar dat er geen enkele misstand in deze verwerpelijke industrie te vinden is. Is de minister bereid om een diepgravend onderzoek, zoals in Frankrijk, te starten? Voorzitter, vorige week kwamen in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Menshandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen naar daders van binnenlandse seksuele uitbuiting schokkende cijfers naar voren. De heer Krul haalde het ook aan. Maar liefst 52% van de daders is jonger dan 25 jaar als ze voor het eerst mensenhandel plegen en 24% pleegt opnieuw een mensenhandeldelict. Daders komen veelal uit een onstabiele gezinssituatie, hebben vroegtijdige school verlaten en zitten in een criminele omgeving. Het is goed, echt goed, dat er onderzoek gedaan is naar deze daders en naar hun achtergronden. Maar laat even helder zijn, maak van daders geen slachtoffers. Een verkeerde achtergrond, hoe erg ook, geeft je geen vrije brief om deze daden te plegen. Daders van seksueel geweld dienen altijd te worden gestraft voor hun daden. En wanneer kunnen we de kabinetsreactie op dit rapport tegemoet zien? Voorzitter, in het rapport van de commissie Hendricks naar georganiseerd sadistisch misbruik en landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken komen een aantal duidelijke conclusies en aanbevelingen naar voren. Hoe gaat de minister opvolging geven aan deze aanbevelingen? Een van de conclusies gaat over de rol van het LEBZ. Collega Faber legt daar ook de vinger bij. En mijn vraag hierbij is, is de minister bereid om in gesprek met het LEBZ aan te sturen op hulp en bijstand aan slachtoffers bij hun aangifte in plaats van het ontkrachten daarvan? Dank u wel. Interruptie nog van de heer Krul. Ja, voorzitter, ik wacht even tot het einde van het betoog van de heer Van Dijk, omdat ik misschien dacht dat hij er nog zelf over zou beginnen. Maar ik wil toch even terugkomen ook op het interruptiedebatje tussen de heer Van Dijk en mevrouw Zijnhaven net. Er werd gesteld dat er politieke partijen zijn, en de SGP werd specifiek genoemd, die bewust angst creëren en dat dat dan mede de grondslag zou zijn voor maatschappelijke kritiek op de lentekriebels. Nou, ik vond dat nogal een statement en dat ervoor zorgt dat we de veiligheid van onze kinderen niet garanderen. Ik vond dat een best behoorlijke aantijging richting de SGP. En ik zou toch aan de heer Van Dijk willen vragen of hij daar even op kan reageren. Want ik neem aan dat dat natuurlijk niet het geval is. En ik wil hem toch die kans even geven. De heer Van Dijk. Allereerst dank voor deze handreiking van mijn collega. Dat waardeer ik zeer. Ik heb erop gereageerd naar mevrouw Zijnhaven.
En juist hier ook gewaarschuwd voor een valse framing. Want ja, vanuit de SGP, wat je er ook allemaal van kunt vinden. Dingen kunnen altijd misschien beter. Maar wij willen niet meewerken aan desinformatie. Wat dan ook, wij stellen serieuze vragen. Die er wat ons betreft ook zijn. Als het gaat over deze lesmethode. Als het gaat om de verhouding en de verantwoordelijkheid van ouders. En of materiaal niet te expliciet is. En daar kwam ook dus mijn reactie naar mevrouw Seinhaven vandaan. Laten we dat niet allemaal in een soort extreme hoek duwen. Want dat vind ik een valse framing. Mevrouw Seinhaven. Voorzitter, als de heer Krul bezwaar heeft tegen mijn inbreng, zou ik het heel erg waarderen als hij dat dan op mij die interruptie pleegt en niet via een collega. Uw punt is gemaakt, helder. Maar iedereen heeft hierover gezegd wat erover gezegd moest worden.